Om het bekende fietspad van Noord-Comowena tot een duurzaam project te maken, moet de rehabilitatie van het pad door de overheid, het bedrijfsleven en de plaatselijke gemeenschap aangepakt worden. Dit constateerde de districtscommissaris van Comowena, Ajay Kumar Kali, tijdens zijn veldbezoek aan het gebied. Er moeten vier bruggen gebouwd worden om het fietspad tot een aansluitend geheel te maken. Een groot gedeelte waar het fietspad moet lopen is namelijk door het rivierwater weggespoeld. Ondernemers, de rust en werk, hebben zelfs reeds twee bruggen gebouwd. De noord nee, Toerism cluster is via het pilotprogram Innovation for Firms in Suriname in aanmerking gekomen voor 150.000 US-dollar. Het initieel project is echter begroot voor een bedrag van 253.497 dollar. Er is intussen ook een projectvoorstel ingediend bij de Compete Caribbean Partnership Facility, Call for Cluster Projects. Enkele ondernemers in het gebied hebben uit eigen middelen reeds geïnvesteerd om dit project te ondersteunen. Het gerehabiliteerde fietspad zal meer toeristen naar Suriname trekken. Deze toeristen zullen in principe geen toeroperators nodig hebben, omdat ze vanuit Leonsberg met de boot de oversteek kunnen doen en gewoon hun weg kunnen vervolgen via rust en werk naar uh, Allianz.